ben Zoe en ik ben 6 jaar oud. En ik ga vandaag pony rijden. Eerst had ik het bij een partijtje gedaan, toen bij Lime en toen had ik... Nee, toen had ik bij Geertje en toen had ik bij Lime en toen bij Duitsland en nu hier. Oké, en iedere keer op een andere pony? Op een andere pony iedere keer. Alleen in Duitsland was hij niet echt heel vrolijk, want hij was een beetje benieuwd, want een deur ging dicht en toen ging hij meteen door. Was hij een beetje geschrokken? Ja. Vond je dat eng? Niet erg, maar ik was wel een beetje scheef naar beneden gegaan. Oké, en niet gevallen? Nee, maar bijna. Bijna, dat is spannend zeg. Ik ben ook eens hoog en laag op een heuvel op het paard gegaan. En als je hoog gaat, dan moet je naar achteren. En als hij laag gaat, moet je naar achteren. En als hij hoog gaat, moet je naar voren. Oh, dus je kan het al een beetje? Ja. Nou, heel goed zeg. En wat was de allerliefste pony waar je op hebt gereden? Ik vond het zeker het liefste. Wat vind je het allerleukste aan ponyrijden? Dat je de dingen kan zien en je bent groter. Oké. En weet je al waar je gaat ponyrijden vandaag? Bij de pony in de manege, maar ik weet niet waar. Oké, maar dat weet papa wel. Ja. Oké, heel goed. Nou, gaan we maar eens proberen, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja, tot later. Is dat dan een pony? Een pony. Het is wel een grote. Huh? Het is wel heel erg lief. Ja, het is een hele grote lieve Zoe. Ga je draven? Ja. Kijk je wel uit? Even rustig, mevrouw. Ja, we gaan eerst stappen hoor. Ja. Aan het eind. Thank you.
Zoe, hoe was het? Leuk. Ja, wat heb je gedaan? Ik ben eerst met stap, dan ben ik gaan draven. En dan zijn we weer stap en dan weer draven. En dan mochten we onze gang gaan. Ja? Ja. Vond je het eng? De eerste keer draven wel. Maar daarna niet meer? Nee. Nee, dat zag ik aan. Je begon heel erg te lachen, vond ik. Gewoon steeds grotere smile op je gezicht. Ik vond het heel leuk. Ja? Ja. Oké, wat gaan we nu doen? Nu gaan we weer naar huis. Ja, moeten we eerst nog iets inleveren, geloof ik, hè? Mijn helm. Ja. Hoe heet die helm? Hoe noemen ze die ook alweer? Een kap. Een kap, ja. Heel goed. Nou, zeg maar dag en dan gaan we. Doei.